Hallo allemaal, lezen voor de lijst. Dit keer van Mano Bouzamour, de belofte van Pisa 2013. Een samenvatting vind je op scholieren.com. Een boek met een dubbel thema, het perspectief van een jonge man op zijn eigen coming of age en zijn culturele identiteit als Marokkaan in een Nederlandse stad, in dit geval Amsterdam. Allereerst over Samir Safars identiteit als Marokkaan. Voor de filosoof Charles Taylor is het volgende citaat: "Our identity is partly shaped by recognition or its absence, often by the misrecognition of others." Dus onze identiteit wordt deels bepaald door erkenning of het ontbreken van erkenning, vaker nog door de verkeerde erkenning van anderen. De anderen bepalen wie wij zijn. De Marokkaanse identiteit van Samir wordt vaak niet erkend of verkeerd erkend. Ik geef een paar voorbeelden. Bij zijn aanmelding op het Hervormd Lyceum Zuid vraagt een ouder: zitten er veel Marokkanen hier op school? Met andere woorden, Marokkanen geven last, zijn probleemveroorzakers, negatieve invloed, dat wil ik liever niet. Dan word je neergezet, dus door anderen, zo wordt er naar je gekeken. De ouders van zijn beide vriendinnetjes hebben vooroordelen over Marokkanen en uiten die in vragen die ze stellen. Wat vind jij nou van die Marokkaanse straatjochies? Voel je je Marokkaan of Nederlander? Al die vragen stigmatiseren de Marokkaan Sam en sluiten hem uit als op zijn minst bijzonder en misschien wel onaangepast of crimineel. Hij geeft dan ook als citaat: Marokkaan zijn, dat doet soms pijn. Evelien maakt het op een gegeven moment uit, later komt het allemaal weer goed, maar ze maakt het uit en spreekt van een cultuurclash. Met andere woorden, jullie zijn anders en niet in positieve zin. Als je aan het eind van de roman piano mag spelen in een concertgebouw voor publiek in het voorprogramma en hij vooraf dineert met muzici, dan ervaart hij het als een bevrijding dat men hem helemaal niet vraagt naar zijn etniciteit, naar zijn afkomst. Niemand vroeg tijdens een etentje met muzici naar zijn etniciteit. Dat is een bevrijding. En met andere woorden, overal elders doet men dat wel. En daar wordt hij doodziek van. Volgende punt. Het is niet toevallig dat Sushi en ook Sam zelf alleen weten van de Tweede Wereldoorlog en dat het motto uit het Anne Franks achterhuis komt. En dat de hoofdpersoon Samir fantasieën heeft over hoe de verraders van Anne Frank zouden moeten worden geschrapt, zouden moeten worden uitgesloten. Het achterhuis heeft hij wel 30 keer gelezen in die zomer dat Evelien het uitmaakt. En hij schrijft een lieve Kitty-brief waarin de verraders na de oorlog snel worden opgespoord. Dat Anne het overleeft, dat die verraders dan worden afgetuigd door marktjoden. Dat vond ik ook wel weer grappig. Overreden worden door treinen, tatoeages in hun armen krijgen. Nou, hij draaft helemaal door. Halve maandjes op hun kleding worden opgespeld. En het is een wraakoefening. Hij voelt zich verraden en hij voelt mee met Anne Frank en hij wil niet dat ze verraden is, dat ze door kan leven. En het is allemaal onmacht natuurlijk die hem in die fantasie stort. Maar die fantasie is wel heel erg kenmerkend voor hem. Hij gaat ook in die fantasie omdat hij onmacht voelt over zijn Marokkaan zijn. In de brugklas worden allerlei beledigingen naar zijn hoofd geslingerd. Dat is het laatste voorbeeld. En die hem uitsluiten en vastpinnen op zijn etniciteit. Hij bijt overigens heel sterk van zich af, want hij is een zeer hoofdpersoon die zeer veel zelfvertrouwen heeft. In tegenstelling bijvoorbeeld tot Murat Isik's Wees Onzichtbaar, de hoofdpersoon daar. Het boek gaat duidelijk over de identiteitsvorming of ontwikkeling van een Marokkaanse jongen. En het is een levensverhaal over hemzelf op basis van zijn ervaringen. Het gaat om de transformatie naar volwassenheid en aanpassing van
of aan gelukkige, geldige normen. Sams broer laat hem bij IJssalon Pisa beloven dat hij zijn VWO-diploma zal behalen. Iets wat zijn broer niet gelukt is. Daarbij hoort eigenlijk onuitgesproken ook dat hij niet het criminele pad op zal gaan zoals zijn broer. Vandaar de woede en de klap in het gezicht die zijn broer geeft aan het eind als hij uit woede over het verraad van Sushi, die Sushi in elkaar heeft geslagen en daarvoor een taakstraf heeft gekregen en een boete. En die broer is natuurlijk gewoon boos over het feit dat hij toch zich toch crimineel gedragen heeft en men niet met hem overlegd heeft. Sam is behalve als Marokkaan ook op andere manieren een buitenbeentje. Hij heeft liefde voor klassieke muziek, en met name zijn pianospel. Hij heeft afkeer van de kakkers op zijn middelbare school en moet het dus helemaal alleen doen, want daar zitten alleen maar kakkers op. Zijn interesse voor geschiedenis is heel opvallend. En vooral ook zijn buitengewone fantasie. Ik denk dat je dat als belangrijkste kenmerk wel moet gebruiken. Hij heeft vaak wrake fantasieën. En dan natuurlijk definieert de islam hem. Hij is weliswaar geen praktiserende moslim, maar ja, het is toch wel zo dat die godsdienst hem naar de anderen toe, in de ogen van de anderen, definieert. Toch is de belofte van Pisa een optimistisch boek, omdat Sam weinig moeite lijkt te hebben met problemen op straat en op school. Vaak lost hij het op met humor, met een leugentje of met geweld. Op het examen pleegt hij met ijs een geniale soort van fraude. Sam komt veel uitdagingen tegen in zijn leven die hij moet zien te overwinnen. Zijn thuismilieu is een rem op zijn ontwikkeling. Zijn ouders hangen de orthodoxe islam aan, maar zijn daarnaast ook analfabeet. Hebben een negatieve kijk op alles wat anders is. En zijn niet echt geïnteresseerd in wat hij presteert, behalve dan als hij zijn diploma VWO heeft, dan komen ze wel naar de uitreiking. Maar dan gaat hij weer weg, dus dat is jammer. Het slot van het boek is vrolijk en optimistisch. Er zijn twee symbolische handelingen in te vinden. Er wordt beschreven hoe Sam helemaal een nieuw leven begint, zonder de steun van zijn broer, want hij communiceert alleen nog met zijn broer via zijn moeder en vader. En ook is hij niet meer vriend met IJs, die voor zijn broer heeft gekozen en dus tegen hem. Hij zit op een bankje in de buurt van zijn huis, waarin in het hout gekerfd is: in de pijp zijn wij lijp, zijn we lijp. In de pijp zijn we lijp. Mooie uitspraak die steeds in het boek terugkomt, maar hij maakt er nu van, door met zijn sleutel van de scooter in het hout te kerven: in de pijp zijn ze lijp. Met andere woorden, hij neemt definitief afstand van het straatschoffiegedoe. En hij gaat van wij naar zij, van we naar ze. Dus hij hoort daar niet meer bij. Hij mag zonder voorspel naar het conservatorium. Als hij dat zou willen, krijgt hij een brief van. Zo goed heeft hij gespeeld in het concertgebouw. Dan zit hij bij de kapper en dan scheren Evelien en Iris al zijn haren af met een tondeuze. Die vinden dat leuk om te doen. En dat kun je zien als een initiatierite. Dat gebeurt ook bij de Amerikaanse mariniers. Als je daar als jonge marinier komt, dan gaat al je haar eraf. Haren afscheren is een soort, kan een soort initiatierite zijn, inwijdingsrite. En hij wordt ingewijd in een nieuw leven, want hij heeft een nieuw appartement waar hij zelfs zijn piano naartoe heeft laten brengen. Dan is het boek uit en staat er nog op de laatste bladzijde: applaudisseert vrienden, de komedie is voorbij. Nou ja, komedie, ja, dat wijst op het humoristische onderdeel, maar het is niet een en al komedie natuurlijk. Dan volgt een dankwoord en daar staat nog iets intrigerends. Daar staat: schrijven is muziek maken. Dat is hetzelfde. Dan komt die liefde voor die klassieke muziek weer boven. Het motto is: ik zal, hoop ik, aan jou alles kunnen toevertrouwen zoals ik het aan nog niemand gekund heb. Dat is een woord, een citaat uit Anne Franks Achterhuis. En wat volgens mij bedoeld is, is het volgende.
Je moet je voorstellen dat die zin gericht is aan die lieve Kitty die niet bestaat. Dat is dus de lezer die daar aangesproken wordt, lieve Kitty. En dat is dus gericht aan de lezer. Eigenlijk staat er dus, ik heb alles aan het papier toevertrouwd, aan jouw lezer toevertrouwd, via de schrijfhandeling. Het schrijven ervan is een vorm van vertrouwen geven aan de lezer. Ik heb het jou allemaal toevertrouwd. Dat is wat het betekent. Een paar losse punten nog. De overval op het geldwaardetransport is een hoogtepunt, een humoristisch hoogtepunt. Want Sushi die voegt een onschuldig meisje dat bij stoplicht staat, geloof ik, of ergens anders, terwijl ze op de vlucht zijn op hun motor, terwijl ze net de overval hebben gepleegd. Ze gaan ook bezuinigen op gevangenissen. Wil je daar vanavond slapen? Vond ik wel grappig. Het boek is natuurlijk een ik-verhaal, niet chronologisch verteld. En het thema is de coming of age van Samir. Maar het straatleven en de straatschoffies en het buurthuis met zijn hash en de vreemde sociale werker die zelf hash verkoopt, dat zijn allemaal humoristische elementen. En je vraagt je wel af, wat is dat voor buurtwerk dat daar plaatsvindt, waarbij hash verkocht wordt. De boze buurman is grappig, die niet wil dat Sam 's morgens piano speelt. Het feit dat Sam maar één oor doof is, vind ik helemaal geniaal. Want dat zal bij het piano spelen toch echt niet helpen, denk ik. En toch is dat het geval. En toch kan hij ook prachtig spelen. Dat vond ik wel grappig. Dan natuurlijk het platte Amsterdams dat die Sushi spreekt. Dat spreekt wel tot de verbeelding. Je hoort het steeds in mijn en dijn. Grappig. Ergens verzucht Sam, mijn god, wat heb ik een bloedhekel aan de realiteit. Dat vind ik een hele mooie karakterisering van zijn persoon. Namelijk die rol van die fantasie die in het hele boek een rol speelt. Het verklaart die wraak fantasie. Ik heb een bloedhekel aan de realiteit. Hij heeft twee vriendinnetjes. Ze kunnen naar het verschil vragen natuurlijk. Wat is nou het verschil tussen Evelien en Kira? Nou, Evelien is verstandig, verlegen, snakt naar structuur. Maar Kira is assertief en impulsief. Het zijn heel belangrijke verschillen. Op een gegeven moment hebben ze seks met drietjes. Gezellig. Tot slot. Let erop dat de duivel een belangrijke rol speelt. Die belt hem namelijk tijdens de uitreiking van de diploma's op. En die meldt hem dat hij autopech, dat Sushi autopech heeft. En dat dat voor hem dus de kans is om die Sushi die nu stilstaat als het ware, die daar wacht om daar in elkaar te slaan. En dat gaat hij dan ook doen. Dat in elkaar slaan wordt zelf niet beschreven, want hij wordt onmiddellijk voorgeleid voor de rechter en die veroordeelt hem tot een taakstraf van een paar honderd uur, 250 uur geloof ik, en een geldboete van 1000 euro geloof ik. Nou, dat was de belofte van Pisa. Ik vond het een mooi, vooral humoristisch, met vaart geschreven boek over een bepaalde groep mensen die in onze samenleving opgenomen moet worden en die zichzelf ook moet aanpassen. En hoe moeilijk het is voor een jong mens om dan die achtergrond te hebben en dan toch vooruit te komen in de wereld, wordt hier humoristisch beschreven en ook optimistisch. Het boek geeft hoop dat mensen toch in staat zijn om zich los te maken uit die milieus, althans uit die negatieve kanten van die milieus, en volop Marokkaan te mogen zijn in onze Nederlandse samenleving. En daar gaat het allemaal om. Dankjewel voor het luisteren en kijken. Hopelijk heb je er weer wat aan voor je lijst. Ik wens je hartstikke veel succes als je van de week nog moet. Veel succes met je tentamen. Tot ziens.